ben Rikke Billy. Ik woon hier nu al, zo'n 6 jaar. En ik loop hier al 50 jaar rond. Ik kom uit Wemmel. Oh. Dan heb ik tot mijn 21ste gezeten, dan ben ik doorgegaan naar... ik heb wat overal gewoond, maar hier overal... Dat was de laatste stad en ik hoop dat dat tot mijn dood hier mag blijven. Want ik zit kort bij het centrum, ik zit kort bij de winkels, ik zit kort bij alles. Ik moet geen tram nemen, gewoon maar te voet gaan. Dan spaart u een half abonnement uit. Ik moet zeggen, bij de geboorte ben ik niet goed voor de dag gekomen. Een halve seconde later en ik was blauw. Dus ze maakt dan erfelijke dingen mee gehad van mijn ma. De wet dat ik nu met speen zit, met mijn uitwendige speen alleen. En ja, nu met een met ander, stak ik nu op ziekenkast na zoveel tijd. En ik probeer mij bezig te houden met mijn dag, ook al heb ik 1000 euro. Maar als je ziet hoe dat er sommige mensen leven, die laten hun licht 10 keer per dag branden en dan hebben ze hoge rekeningen. Ik zie wat ik moet doen, maar ik heb maar 1000 euro. En ook, als het mooi weer wordt, ik kan vertrekken en de vrije natuur intrekken en 5 dagen wegblijven. Dus heb ik daar wel een concert gezien. En ook omdat ik werk voor de Brusselse dakloze werking. Ik doe daar van alles bij. Ik kan me daarmee bezig. Ondertussen heb ik daardoor ook mijn mijn recht te leren kennen. Door clochards die mij geholpen hebben. Je moet daarmee vertrouwen winnen. Dat is allemaal niet zo simpel. Hè. Ik heb vroeger ook veel gewerkt. Ja. Ik ben daar wat jongs af aan mee begonnen. Met mijn grootvader in de buurt overal mee te helpen in de bouw. Het zwart alleen, andere dingen gedaan. En dan uiteindelijk ben ik naar de horeca verzeild geraakt. Mijn eerste job dat ik deed, dat was in kastelen gaan werken. Bij de rijke mensen, trouwfeesten gedaan. In een business gezeten, ik heb alles mee gehad alleen. En dan in één keer, ja, voilà. Dan heb ik ook een stuk in Ten Brico gezeten omdat ik 9 to 5 wou doen. Ja, vriendinnen leren kennen in een tijd en die wou dat ik 9 to 5 deed, maar ja, dat zinde mij niet, omdat ik dan maar de helft van een inkomen had. Maar ik moest er dan ook wel minder uren voor doen, dus ik had meer tijd voor dat meisje, maar dat zinde mij niet. Dan terug herbegonnen in de horeca, dan uiteindelijk ziek gevallen, 2 jaar in de psychiatrie gezeten en dan verder terug de horeca opgeraapt. En daarna, ja, dan op een goed moment in een restaurant terechtgekomen. En daar zat een motorbende binnen. Bleek dat dat mijn schoolkameraden waren en ik zeg, hola, wat. En zo ben ik van het een naar het ander gegaan. Want in mijn vrije tijd, als ik veel jonger was, einde jaren 80, dan hielp ik mijn crew mee opstellen, afbreken en meehelpen voor disjockeys. Dus en ik had niet veel verstand van wat dat... muzikale bands waren en zo, en dan met die jongens mee te volgen en daarin te leren. En leergierig zijn en alles, en backstage in, backstage uit. Ja. En nu kent ongeveer iedereen mij wat ik aan het uitspoken ben. En zelf met een groep meelopen, t-shirts te verkopen om mij bezig te houden, want ja, wat blijft er nog over? Ik ben mijn dood aan het afwachten, hè. Ja, ik mag niet meer werken, alles valt dat tegen. Maar ik zet mij nuttig in. Of ik heb dan Brussel Summer... 6 jaar meegewerkt als vrijwilligerswerk bij de vrijwilligersvergoeding. Ik heb Brussel Live meegedaan, ik heb zo wat 5, 6 grote festivals meegedaan. Ja, in de zomer mee bezighouden. De elektriek afzetten en ik ben weg. Denk er als een punker. Alles uit, weg. En dan werkte jij daar mee en dan gaat jij van het een naar het ander. En in elke gemeente, als je wat je weg weet, dat zou wel een wasserij zijn. Hè. Dan was het even je kleren uit, je droogschrijf. Ja, over de rockabilly, ja. Ik ben daar nu in terecht gekomen door mijn vader, omdat dat dan een grote rockabilly-fanaat is, meer dan JJ. Het enige dat ik er kan over zeggen, rockabilly is een leven, 24 uur of 24, en je moet kunnen begrijpen wat dat daar gaat. En dat is geen modeshow. Terwijl als je naar hardrock luistert, die mannen zijn al zo en wat. Dat is normaal, zouden we zeggen. Die zijn dagelijks al zo
Maar die rockabilly, dat wordt veel te veel afge... Dat geeft een negatief beeld van wat dat de werkelijkheid is. Iedereen staat daar chic opgetut en iedereen wil dan de mooiste zijn. En iedereen wil met afvallende kleren lopen. En de helft begrijpt niet wat dat is. We zitten hier in een ganz andere streek van muziek. Rockabilly, ja, dat is maar bijzaak, zou ik zeggen. Voor de meesten. Maar als je dan meer naar Vlaanderen gaat en zo, en meer naar Gent en zo, dan is dat toch wel al wat meer gekend. En die zijn daar toch al wat meer mee begaan. Omdat dat ook een muziek is dat niet commercieel is. Dat wordt niet op de radio gedraaid. Vroeger had dat al geen internet, we moesten dat dan uitschrijven. Of gekocht een boekje en dat, als er dan alleen bestond. Want die boekjes die overleven niet. In Duitsland kunnen daarvan leven. En dan ja, je moet daar wel echt aanleg voor hebben om dat te willen spelen. Want rockabilly en of psychobilly en al die dingen, dat zijn een van de moeilijkste noten om te spelen. Meestal halve noten en die worden dan zeer snel gespeeld. En je moet weten met wat dat je bezig bent. Het is niet gelijk een punker dat drie koren speelt. Maar dat is u. En vooral die contrabas, dat moet je kunnen spelen. Tegen je begint altijd met de eerste stap naar achter. 1, 2, 3, 4, 5, ah, dat is al een goede stap, dat is niet juist. 5, 6, 7, 8. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Oftewel danst een rockabilly als je dat. En dan heb je een meisje tussen je handen. Oftewel dansen een slow. En dat zijn maar de enige twee mogelijkheden om een vrouw tegen je gilet te trekken. Terwijl dat tegenwoordig niet meer mag gebeuren. Dat is country. Ja. Dat ze mij gezegd hebben. En dan de rockabilly, ja, dat begint. Altijd met een stap naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat was nodig om te doen. Van Brussel wordt er, het is niet veel te zeggen over Brussel en de Kanaalstreek. Het enige dat we weten, als je ietsje meer buiten het centrum gaat van het kanaal, dan is dat landelijker gelegen. Het enige wat we nu weten, dat is dat er een verschil is tussen links en rechts. De linkerkant, dat noemen ze La Rive Gauche, want een Brusselaar die spreekt Vlaams en Frans door elkaar. En als je dan naar de Marolle gaat, dan spreken ze de echte typische het Marol, zoals ze zeggen. Het Bourgogne. Dat is de echte typische Russische taal. Maar Molenbeek, omdat ik er nu ook veel vertoefd heb, die hebben ook zo'n typisch dialect dat ik er gemakkelijk kan uithalen, omdat ik er ook veel gezeten heb. Maar de linkerkant van het kanaal is de arbeidersstreek. En veel mensen vroeger, die daar wat van te ver kwamen, om niet uren met een trein of met een tram moeten te gaan. En dan kwamen die hier allemaal wonen, omdat dat vloeiend nijverheid was. We zitten hier nu in Café Centraal om af te sluiten met een lekkere pint. En over de week loop ik hier regelmatig eens binnen. Omdat ik hier ook kom dan ook werken met dat sociaal sociaal nu. En ja, en als ik dan van het een naar het ander ga, of ik aandacht kan eten. En het café is meestal open om 3:30, 4:00. En dat sluit om 3:00 s'nachts. En hier zijn ook concerten aan de gang. En zelf organiseer ik hier ook heel wat. En ik maak daar enorm veel reclame voor. En met het Indoor Pispot Festival mag ik mij hier ook altijd engageren. Dan krijg ik sponsoringgeld en dan mag ik de groepen daarmee betalen.